Op IT Innovation Day is een van de sprekers Truus Dokter. Zij gelooft dat innovatie in de kleine dingen zit. Onder andere. Niet helemaal dus? Niet helemaal, nee. Maar waarin zit het dan wel? Wat kom jij hier vertellen? Wat kom jij de mensen brengen op IT Innovation Day? Ik kom de mensen bijbrengen, dat klinkt ook weer heel erg pretentieus. Ik kom een verhaal vertellen over het feit dat small scale, dat het eigenlijk best ook wel eens een keertje heel grootschalig zou kunnen zijn. Want wat we op dit moment heel sterk doen, is alleen maar vanuit de top denken. En dan, daaronder vergeten we dan heel veel dingen. En het is veel slimmer om van binnenuit te denken. Dus eigenlijk kan je het met eten vergelijken. Als we niet goed eten, zijn we niet gezond. Dus eigenlijk is innovatie eigenlijk ook zoiets van, dat behoort tot onze dagelijkse behoeften. Want anders blijf je maar stilstaan of wordt een maatschappij, wordt ongezond. En stilstand is achteruitgang. Ja, dat is een heel bekend spreekwoord. Oud-Hollandse wijsheid. Maar je zegt, we denken te veel in het grote en top-down. Maar wij Nederlanders zijn toch juist zo zelfstandig, ondernemend, et cetera. Heb ik dat mis? Vroeger waren we dat zeker. Maar de wereld wordt natuurlijk een beetje plat ook. Dus we gaan ook steeds meer op zijn Amerikaans denken. Nou, en van voor de crisis gingen we natuurlijk al heel veel in hele grote geldstromen gingen we denken. En zeg maar de zuinigheid van de Hollander is eigenlijk op een gegeven moment, is daar ook een beetje de stekker uitgetrokken. We hebben een heleboel dingen losgelaten. We zijn meegegaan in het hele gedenken van, in die hele gedachte van subprime mortgages en zo. Nou, en ik denk dat gewoon niet, dat we eigenlijk een beetje onze aard zijn verloren ook daarin. En dat we gewoon weer van binnenuit moeten gaan werken. En dat we zo weer op de goede weg kunnen komen. Dus we denken te veel in bossen en eiken, maar die beginnen toch allemaal met een zaadje? Dat klopt, dat klopt. En het gaat weer om dat we weer allerlei zaadjes gaan planten. En dat daar weer hele mooie nieuwe dingen uit kunnen komen. Dus niet meer op oude successen bouwen, maar juist weer van scratch af aan jonge mensen de kans geven, geld uitgeven om en energie. Hè, want het gaat natuurlijk niet alleen maar om geld, maar ook om energie en enthousiasme voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren van werken te genereren. Duidelijk, dus klein beginnen, groot eindigen, lange termijn. Innovatie. En wat ook heel belangrijk nog is, ja, dat het niet alleen maar om de kwantiteit gaat, maar dat het vooral ook om de kwaliteit gaat. Een duidelijke boodschap op IT Innovation Day. Dank je.